Hallo allemaal, het is maandagochtend, oftewel tijd voor een nieuwe weekvlog. Jongens, ik heb er zo zin in deze week. Deze week komt namelijk onder andere mijn schoonmoeder uit Spanje over. Joke gaat daarentegen als schoondochter naar Spanje toe. En ook als schoonmoeder. Oh, wacht even. Oh, maar je gaat dus ook als schoonmoeder daar naartoe? Ja. Oh, dus het is eigenlijk een soort van wisseling van de wacht. Dus mijn schoonmoeder komt hierheen en dan ga jij als schoonmoeder daarheen. Zie. Maar gaat iemand dan het nog snappen nu? Nee. Nee, dat denk ik ook niet. Want ik ga ook gewoon mee als vrouw van, als moeder van, als schoondochter van en als schoonmoeder van. En allerbelangrijkste, als oma van. En Joke? Wat is zij dan? Dat is je zus. Ja, Joke gaat mee dus voor het haakwerk en zo. Maar je gaat ook als zus van dan? Ja, ja. Dus als Peter dan naast me zit in het vliegtuig, vraag ik me af waar ze Arie gezet hebben. Ja, maar dan ben je de maîtresse van. Als jij, als Joke, ingewikkeld. Ja, laat maar. Jongens, het gaat dus worden vol heel veel nieuwe dingen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker kijken. En wie weet wat er nog gaat gebeuren. Hey! Hi! Hallo, wat leuk dat je er bent! Ja, hè? Ja? Was weer, weer. Hé, hey, wat voor moois heb jij gemaakt? Wat ligt hier? Aan de Rijn. Dat staat er niet, hè? Dat staat fan. Daar wonen wij. Aan de Rijn. Oh, heb je gezien hoe mooi? Heel mooi. Ja? Heel mooi. Ben je er wel eens geweest in Alphen aan de Rijn? Zeker. En wat is je favoriete plekje? Daar kan je het even aanwijzen op de deken. Nou ja, weet je, dus heel lang geleden heb ik daar gewerkt. Heb je daar gewerkt? Ja. Toen hadden we van onze damesmodezaak daar een filiaal. En toen stond ik in een winkelcentrum. En dat zat tussen dit dak en die kerk in, zo hierachter. Oh, daar. Ja. En daar heb je toen gewerkt? Ja. Oh, ja, leuk. Hier ben je ook pas geweest. Serieus? Volgens mij was jij dat. Was jij dat? Met je kleinzoon. Met je kleinzoon? Avifauna. Ja. Ja. Oh, ben je daar geweest? Oh, is dit, is dit Avifauna? Dit is Avifauna. Oh, oké. Okay. Oh. Oh. En wat vind jij er nou van? Ja, ik vind hem prachtig. Ja, ja, heb jij hem ook al? Nee. Je woont toch ook in Alphen? Ik woon ook in Alphen. Dus er moet nog een deel 2 worden gemaakt. Ja, dat mag mijn moeder doen dan. Moeders? Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. You have a cousin? Nou, nou, listen, I had American people in the house. America? Yes, and I was very good bezig with the people. Yeah. I was helping them heel goed. Yes. Helping them. But the little girl, het kleine dochtertje, had concussion, een hersenschudding. Is dit nou ondertitels of wordt het direct vertaald naar het Nederlands? I don't know if our webmaster is able to undertitle me. Undertitle you? On the title me. Of synchronizing. On the title me wherever you go. Naar Duits gesynchroniseerd. Ach zo. Ik heb een vrouwlein in het geschäft hier heute met een kleines meisje. Aha. Die meisje heeft een zonneglasen op die nase. Aha. Because she had a concussion. Because? Ze had een hersenschudding. Hersenschudding? Ja, dat is die hersenen geschud hadden. Aha. Ja. Immer hein und wer, hein und wer. Amai, das ist nicht das Alte. Wie geht's hein? Hab hein für lange Zeit nicht gesehen, ja. Hein und wer, hein und wer. Hein und wer, hein und wer. Op en neer, op en neer. Oké, ik ga even die bollen terugleggen in het vak. Os, ja. Wat zit jij nou te doen? Ach, ik heb het koud. Maar waar zit jij mee? Ik heb het koud. Ik heb het echt. Het is koud vandaag. Ik kom dat ik een t-shirt aan heb. En ik heb dus echt hele koude handen. Ja, armen. Maar wat heb je om? Ik ken dit niet. Nee, dat klopt. Dat kent niemand nog. Dit is de achterkant van de nieuwe Halloween deken. De achterkant? Kan. Ja, is de achterkant. Oké. Okay. Is de achterkant van de nieuwe... Wacht, ik loop even om. Misschien heb ik dan de voorkant. Nee, ja. Ik loop even om. Nee, sorry. Nee. De achterkant. De achterkant zit ook aan de voorkant op dit moment nog. Oh. Om mezelf even warm te houden, heb ik een Halloween deken even omgeslagen. Maar de voorkant is niet beschikbaar? Nee, nog niet. Oh, dit is een soort sneak preview. Ja. Maar dan achterkant. Ja, ja, ik weet het niet. Niet de bedoeling dat dit werd gefilmd nog. Maar ja, je hebt het nu gedaan. Ja, dus maar ik ging bollen wegleggen. Ja, nee, niks aan te doen. Dus, oké. Okay. Dus nieuwe Halloween deken komt eraan. Oeh, spooky. Hij was tijd te lachen. Hij heeft niet zo'n leuke zin vandaag. Zeker. Echt waar? Kijk eens wat leuk. Oh, waar is mijn zonnebril? Ik heb de zomer in mijn bol. Waar ga je nou heen met die bollen? Leuk, oh, leuk. Hesje. Maar wacht even, doe nog eens. Ik heb nog een leuk hesje. Ja, maar dan doe je die daar. Dat kan niet. Dat kan alleen op OnlyFans. Ah, oké. Okay. Ja. Oh, dit zat je ook goed, zeg. Ze zijn allemaal goed. Of dit, kijk er. Oh, oh. Nou, die is wel heel leuk. Dat is echt een mootje met lila. Ja, een mootje met lila. Nou, wil je nou ook een mootje met lila? Ze staan in de webshop. Ik vind het wel lekkere kleurtjes, hoor. Ja, zeker. Zullen we dit het draadje van de week noemen? Ja.
En hoe heet het dan? Nou, zal ik er eentje openmaken voor de zon. De zonnebloem, lijkt dit. Dit is 100% katoen. Ja? En het weegt 250 gram, maar wij kijken nooit naar grammen, wij kijken naar de meters. Het is 1000 meter. 1000 meter. Maar. Maar. Ja, pak nou eens zo'n neon. Een neon. Neon. Ja, maar die is namelijk iets anders. Oh. Deze is... Dat is een Vivid heet dit. Katoen met pak. Ja, met pak, zie je? Pak. Ja. Nou, pak me dan. Pak me dan. Pak me dan. Pak me dan. Oh, oh. Die pak je gelijk. Oh. Pak. Dat dus. Oké, ik heb allemaal lege dozen. Maar daar kunnen we weer leuk dingen in verpakken. Os. Ja. Wat heb jij daar dan? Het is wel iedere week mijn unboxing, hè. Vorige week hadden we van Viv Christmas. Nu hebben Nee, maar we... dit is meer in het kader van hoe dan? Toch? Nou, weet ik niet. Ik heb een grote doos. Ja, dat dacht ik al. Oh, maar de binnenkussen zitten erin. Maar het had ook zeker in een kleiner doosje gekund. Want dit... Kijk, nee joh, dit is echt te veel. Rituals, dit kan beter. Dit is voortreffelijk voor het milieu ook, dit. Voortreffelijk. Maar als we dit gewoon in een kleine doosje hadden gedaan, dan hadden we niet zoveel... Nou, dit meen je niet. Hou op, Os. Hoeveel zit erin? Nou, dit. Zit je bestelling er wel in, eigenlijk? Ja, die zit erin. Wat zit hierin dan? Oh, wacht. Wat zit hierin dan? Oh, wacht, ik heb nog meer. Ja, het is toch niet te doen? Zo. Dat is het. Wil je ook nog zien wat ik gekocht heb? Dat zat in dat kleine doosje. Nee. Wat ik heb hier, kan je het zien. Kom maar. Doe maar. Dan stap ik even over de verpakking heen. Ik heb nieuwe kussens op de bank. Oh, wauw. Van die bolsterkussens. Wauw. En kussenhoesjes. Zie je? Maar dan nog hoeft die vulling er niet in, want het is niet breekbaar wat erin zat. Het is een kussen. En wat heb ik hier nog meer? Oh ja, ik heb ook nog een spray. Ook breekbaar. Ja, ook goed breekbaar. Ingepakt. Ik ben van de koopjes. Want vorige week had ik dus bij Viv Christmas 50% korting. Nu had ik bij de Rituals 50% korting. Dus de tijd van het jaar, hè? Het is de tijd van het jaar. Mid-season sale. Bij ons er ook. Ja, bij ons ook. Nou, heel leuk. Kom maar kijken. Katia spullen. Ja. Gewoon korting. 35%, yes. 40%. Ja. Mid-season sales. Maar ik ben hier weer blij mee, dus dit gaat mee naar huis. Toppie. Morgen. Morgen. Waarom doe jij dat heel snel van tafel? Ja, dat is een geheim projectje. Ja, die mensen mogen niet zien. Hi. Oh, echt? Hallo. Hey, hallo. Jim heeft een cadeautje voor jou geleverd. Oh? Ja, door de familie Raps. Je kent ze wel. Annemiek Raps en Sharony. En ze zijn maandag hier geweest en dat mag ik aan jou geven. Dus mag je hem openmaken. Dus blijf maar even zitten. Ga eerst even de kaartje openen. Ga eerst de kaartje. Want Jay wordt namelijk papa. Ja. Papa. Ik word papa. Ja, dus leuk. Hij krijgt nu ineens allemaal cadeautjes van mensen. Baby. Dat is leuk. Wel voorlezen, hè? Ja? Voorlezen. Lieve Mr. J, plus vrouw. Ja, niemand weet hoe ze heet. Ja. Plus vrouw. We houden het even op vrouw. Ja. Gefeliciteerd met de zwangerschap. Dit cadeautje is met veel liefde gemaakt. Veel liefs. De familie Raps. De familie Raps. Dus echt lief. Dank je. Dat kaartje ook. Ja. Ja. Mooi kaartje. Zeker. Met de konijnenoortjes. Oh. Cute. Dat is echt leuk. Kijk dan. Ja. Leuk. Zeker. Met zo'n capuchonnetje is dat. Ja. En dat is er denk ik zelf op geborduurd. Ja, dat is er zelf op geborduurd. Dat heeft ze zelf gedaan. Dat is leuk. Leuk, hè? Laat het randje zien. Even het randje laten zien. Even het randje laten zien. Van een capuchonnetje. Oh, en een visje. So cute. Ja, superleuk. Dat is echt leuk. En wat zit er nog meer bij? Zit er bij zeepvrij wasgel. Oh, om je baby te wassen. Ja. Ja. Oh, leuk. Nou. Dat is echt leuk. Dankjewel. Hoi, kijk, hij is er. He, eindelijk is hij er. Amugurumi kabouters. En toch die Amerikaanse cover, hè? En niet die Nederlandse. Het was een malle gaan als we nu inpakken, zodat ze eindelijk morgen bij iedereen thuis bezorgd worden. Hoe staat erin? 24 haakpatronen voor. Wil je op de achterkant even zien? Ja. Leuk. Het linkje staat trouwens hieronder, dus als je hem wil bestellen, kan je hem gewoon lekker bestellen. Hij is er nog nu gewoon op voorraad in de winkel. En als hij er niet is, dan duurt het een dag of twee. En door. Deze gaat naar Veendam. Ook leuk.
Volgende, Soest. Soest in the house. En dan Beuzinchem. Dat ken ik niet. Beuzinchem. Nog mijn nieuwe boekjes. Ook leuk. Dag. Doei. Hi. Hi. Ja, was vroeg. Ja. Trouwens, goedemorgen. Ja, kijk, mijn haar leuk, hè? Ja. Dat zie je bijna nooit. Nee. Maar, wat ben je nou doen? Nou, we hebben een nieuwe wintercollectie binnengekregen. Oh. Winter, hè? Winter. Jongens, winter. Ik sta hier in mijn t-shirt. Nou, als je zo verder gaat, dan de winter komt sneller dan zomer, denk Laat ik. Laat die winter maar komen. Tasjes, altijd handig. Ja. Die hebben we niet nodig. Ja, dat is niet winter, dat is all season, zeg ik dan altijd. Even kijken, nieuwe kleuren bulky tweed, dat is het eerste. Dit gaat een lang fragment worden, maar dat maakt niet uit. Ik ga de volgende doos openen. Doe maar. Een stukje hoor. Ja. Yeah. Oh, mooi. Ja, hier hou ik van. Kijk. Azteca fijn luxe met een glimmertje. Ja. Yeah. Dat is leuk. Oh, wat zit hier? Tussen. Hoe heet dat? Maravilla. Oh, kijk, hier zo zit een mooie. Even bukken. Kijk eens. Ja, dat is mooi. Oké, volgende. Nou, dat is een stuk, ja. Zo te zien werk genoeg voor mij vandaag. Ja, inderdaad. Bulky Sweet, dat kan in die doos. Wat is dit? Oh, soft gaté, dat is met dat draadje, met dat haartje erop. Zie je? Ja. Dat vindt vrienden altijd zo leuk. Nog meer kleuren Azteca. Wat ziet je haar zo raar uit, Os? Ik word zo geknipt. Was je wit? Nee, ik ben al wit, maar ik word zo geknipt. Oh, zo geknipt. Ja. Oh, ik hoor dat weer. Dat komt van jou. Ja? Nou. Mijne dan? Je hebt geen grijs haar. Jawel. Azteca. Oh, kijk. Oh, deze. Deze is gaaf. Ja, dat is heel mooi. Hoe heet die? Geen idee. Wacht, even kijken. Miskita. Miskita. Oh, Mosquita. Miskita. Kijk. Ah, wat mooi. Heel mooi. We hebben nog een doosje. Even zien wat dat is. Doe dat snel, ik heb niet veel te doen. Oh, die Miskita is trouwens ja? 27% wol, 63% acryl en 10% polyamide. Nog meer Azteca. Was ook wel tijd hoor, want Azteca was echt op, was die. Allemaal Azteca. Oh. Nog een favorietje van Sabrina. Nieuwe polarkleuren. Zo. Ja, en er zit er nog meer in. Die is wel mooi hoor. Polar. Azteca fijn. Ah, oh, deze is ook mooi. Ja, mooi. Ja? Dit, misschien zondag in de webshop, misschien ook nog niet. Blijf kijken. Wat zit jij te breien? Een trui. Een trui? Ja. Oh, laat eens zien. Wacht even. En waar is die voor dan? Voor haakagenda. Je bent aan het breien voor een haakagenda? Ja. Nee, dit is de brei- en haakagenda. Ja, ja. Ah, oh, hey, wat mooi motief zeg. Dank je. Welk garen gebruik je? Langjarns Merino 120 en langjarns, hoe die heet? Lovis, denk ik. Lovis, ja. Nou, dat wist ik gewoon. Ik zag het direct aan het kleurverloop. Nou. En wanneer is die af? Morgen. Goed zo, dat is je deadline. Dat hebben we op beeld, hè? Nee. Wat vind jij er nou van, dat we dat op beeld hebben? Ik vind het geweldig. Hé, en wat hangt hier? Ja, zeg het maar. Een vestje. Ja, ook voor de agenda. Agenda. Leuk. En wat ligt hier? Dat mag niemand nog weten. Het is een secret project. Secret project? Het is mozaïek, zie ik. Secret. Met soort van met je shirtje. Met je shirtje? Leuk. Ik ben benieuwd. Echt? Ja. Niet. Ja? Waarom? Vind ik lekker. Nee, doe je niet, hè? Natuurlijk niet, hè? Maar wat is het nou? Kip. Het moet kip grill, zijn. Gegrilde kip. Ah, worst. Ja. Hou je ook zo van worst, Sap? Hou je ook zo van worst? Ja, heerlijk. Heerlijk. En je vriendin? Ja, die ook. Die houdt van melk ook. Melk. En worst. Wie houdt nou niet van worst met melk? Hè? Lekker. Morgen! Morgen! Vrijdag! Ja, het is vrijdag. Bijna weekend. Nou ja, voor mij wel, maar voor jou nog niet. Nee. Ben je aan het doen? Nieuwe sokkenwol van scheepjes inzetten. Arcadia Tons. De wat? Arcadia Tons. Oh, Arcadia Tons. En dat hebben ze per bolletje ingepakt. Ja. Wederom weer eens. Ja. Ik vind dit een beetje kansloos. Ja, niks aan te doen. Nee, ja, niks aan te doen. Het is...
als je dus 10 bollen van alles bestelt, dan heb je dus heel veel zakjes. Ja, zakjes. Dan heb je heel veel zakjes. Ja, ja. Scheepjes gaat van zakjes maken. Ja, milieuvriendelijk. Nou ja, dat dan weer wel. Het plastic is wel milieuvriendelijk, zeggen ze. Ja, zeker. Maar weet je, even kijken, het is gerecycled. En recyclable plastic. Dat is dan wel weer goed. Maar een beetje zonde dat ieder bolletje dan weer in een recycled plasticje moet, want daarvan moeten heel veel machines aan, die dat natuurlijk fabriceren. Ja, ja, ja. Ja, nee. Hij is wel mooi. Laat eens even goed zien, dat bolletje. Oh, vanaf nu verkrijgbaar in de webshop. Inderdaad. Leuk. Doei. Hij wil lekker de lunchroom klaarmaken. Welkom kokvideo van kok. Mr. J. Kok met J. Koken met J. Ah, wat gaan we doen? We gaan eerst broodjes klaarmaken voor lunch. Oh ja, ja. Even gaan we. Hoe groot is die? 50 centimeter. Oh, daar hou ik van. Lekker groot. Ja. Dat is 25 centimeter in het midden doorsnijden. Ja. Oh ja, goed mes. Ja. Ja, nee. Ja, zie je? Ja, ik zie het. En dan? En dan? Dus klaar. Nou, meetlint weg. Meetlint weg. Je gebruikt dat niet alleen voor brei- en haakwerk. Ja? Oké. Okay. Mm-hmm. Voor de kook ook. Ja. En dan gaan we die broodjes even. Zo. Als we moeten even een betere mes kopen hier. Mhm. Ja. Je moet wel blijven praten, hè? Want die mensen zitten alleen kijken. Dan, ja, open, vouwen. Dan open je het broodje. Open het broodje, ja. Ja. En dan? En een klein beetje roomboter. Roomboter. Ja, gezouden. Gewat? Gezouten. Oh, gezouten. Wat zei je nou daarvoor? Gezouwen? Gezogen. Gezogen? Je hebt 50... Nee, dan maar. Wat? Niet te veel boter, hè? Dat is helemaal niet goed voor je. Nee. Ja, ja, ja. Nee, ja, ja. En gaan we dan onze kipworst even... Jongens, dit duurt een beetje lang. Dit kan je eventueel ook vooruit spoelen, hè? Als mensen dit... Even deze... Dit is wel kipworst, hè? Die heb je van de week ook laten zien, toch? Ja, dit is kipworst. Ah, oké. Okay. Ja. Heel goed, ja. Je kan bij de boerderij ook kopen. Ja. Die snij je in stukjes. Even een beetje beeld openmaken. Nou, je beeld openmaken. Kijken met kleine, die precisie hoe die dat doet, hè? Klein stukjes. Maar zou je dit ook met een schaar kunnen doen? Gaat niet lukken, denk ik. Oké, ja. We kunnen ook workshops doen, hè? Workshops met Mr. J. Koken met Mr. J. Nou, als je dan naar Mr. J, laat het je onder de neven weten. Wie weet komt er binnenkort een leuke workshop met Mr. J. Kan je leren koken, leer je allemaal Turkse gerechten te maken en zo. Dus ik zeg, nou, blijf nog even kijken. Er gaat vast en zeker nog wat gebeuren vandaag. En mijn vinger is in beeld daar. Twee vingers nu. Dat is ingewikkeld. J, het is binnen. Ja? Wat is er binnen? Ja. Vertel eens. Nieuwe langjarns. En ik was gewoon even benieuwd wat erin zit. Maar dit kennen we al, want dit hebben we al. Dit is voor niks. Dit kennen we ook. Echt waar. Hebben we alle kleuren besteld? Nee, toch? Oh, dit. Ah, oh, dit is mooi. Ja, ik... Lovis, daar ben je mee bezig voor je trui. Ik denk, je bent los geweest voor de... Huh? Je bent helemaal los. Helemaal los. Ik hoop ook dat er sokkenwol binnen is. Even kijken. Oh, dit is mooi. Oh ja, die Louis. Ja, die ja. Maar kijk, ik heb hem hier ook. Oh, is dat die kleuren wat ik mee bezig ben? Weet ik niet. Ik weet niet met welke kleur je bezig bent. Kijk, deze dan. Die vind ik ook mooi. Die is mooi. Maar ik heb nog meer. Wacht. Hier zo. Nieuwe Boedendix. Ja. Marion. Maar even naar de andere kant. Ik kom. Ik heb hier nog meer. Hier zitten die blauwe dingen nog mee. Moet ik even opnippen. Komt hij, ja? Ja. Wat komt hij? Niks. Ja, wel mooi. Heel mooi. Maar dit is gewoon nieuwe kleur merino. Kijk. Wauw. Oh, maar laat even hier. Oh, dit is heel mooi. Nou, blije kind. Oh. Hoe kan je Oscar blij maken? Met wolletjes. 1. Met kerstspullen, 2 en wolletjes. Maar ik heb hier nog nieuw. Kijk, we zouden het niet doen. We hebben het wel gedaan. Woelendix. Zo. Sexply, wou ik zeggen, maar het is sexy. Sexy. Sexy play. Sexy play. Maar ik heb nog een doos eronder. Blijf even hangen, Jay. We gaan ook nog even die doos. Oh, deze is zwaar, jongen. Dat wil je niet weten. Ik heb nog een doos. Die blauwe dingen, die vinden, moeten ze afschaffen. Net als dat scheepjes gewoon. Stomme plastic om die onder moet. Mag langjaars deze, ik snap het. Want het is de doosplastic. Wat zeg je allemaal? Je bent aan het inzoomen. Zag ik, hè? Cloud. Oh, nieuwe kleuren. Cloud is wit. Oh, die is mooi.
Deze is mooi. Jongens, laat die winter maar komen. Ik ben er helemaal klaar voor. Het staat nog niet in de webshop als je dit kijkt. Doei. Ik kan er niet meer met deze jongen. Echt. Stop ermee. Ben lekker aan het puzzelen, Jay? Jij bent aan het... ik ben aan het lekker puzzelen. Ja? Ik heb nog meer dozen, hoor. Leuk, dus we krijgen nog een encore zo. Ja. En wat ga je doen? Ik ga zo een deken spannen. Een deken opspannen? Ja, een deken opspannen. Oh, en krijgen we die ook te zien, die deken? Nee. Nee? Waarom niet? Het is geheim projectje. Oh? En mag je dan wel zeggen wat voor techniek het is? Muziek. Oh, dat mag je wel zeggen. Weer die vinger voor die camera. Sorry mensen, ik heb deze week echt een vinger voor de lens steken. Maar je bent dus aan het puzzelen. Ja. Leuk zeg! Denk je dat het breed genoeg is? Ja, het is breed genoeg. Oh. Jawel, want hij loopt in een punt. Oh nee, deze loopt niet in een punt. Maar die moet ook nog gedaan worden. Nog eentje? Ja, we hebben er twee. Nee, dat is genoeg zo. Okay. Jongens, Jay gaat even. Er kan ook nog hier nog even een muntje in, zoals je ziet. Nou. Echt. Doe maar even zwaaien, iedereen. Nou, doei. Doei. Hallo. We zijn dit keer niet in de winkel. Ik heb namelijk familie uit Spanje over. En, Ratje. En onze Spaanse vrouw, Pili heet ze. En we zijn dagje blij door. Hoe leuk is dat? Maar volgens mij mogen we niet kletsen, want de flamingo's worden boos. Die gaan er heel hard doorheen schreeuwen momenteel. Blijf kijken. Honger, denk ik. Dus ondertussen ook al wel, net als die olifant. Honger. Visjes. Bootje, 60 jaar ben je vandaag geworden. Hoe leuk is dat? Ik heb Joke gevonden eindelijk. Hier is ze. Joke is ook jaren. Ze zit samen met Patricia even gezellig te flooien. Voor mij een hele dikke kus. Hele fijne dag. Hiep hiep hoera. Ook namens een ratje, namens iedereen. Ik zeg confetti. Dat is het. Hey, Autar. Gefeliciteerd met je verjaardag. En veel gezonde jaren. Doei. Hoi, lieve Mo. Van harte gefeliciteerd en een hele dikke knuffel en kus van mij. Oké, jongens, het zit er weer op. Blij erop zit, het is klaar. Kijk, Ratja is waardig even. Mijn schoonmoeder loopt in zijn arm. En de week zit erop. Vond je deze video nou leuk? Laat het weten in een reactie hieronder. Daar zitten ook allemaal linkjes nog naar leuke dingen die we hebben uitgepakt en noem het op. En dan zou ik zeggen... tot volgende week. En niet vergeten, abonneer je op het kanaal. Dan ben je als eerste op de hoogte als ik weer een nieuwe video post. Ik zeg doei!